Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik echt weer een super leuke video voor jullie. Namelijk, over 2 weken moet ik weer naar school. En dat betekent nieuwe schoolspullen, nieuwe schooloutfits en een nieuwe schooltas. En dat laatste vind ik dus echt het superleukste en ook eigenlijk echt wel het belangrijkste. Dus, als jullie deze video heel leuk vinden, moeten jullie vooral jullie duimpje omhoog doen. Liken, abonneren, reageren. Laat dat pas even weten in de reacties. Als jij al schoolspullen hebt, of misschien heb je al een nieuwe schooltas. Laat dan zeker weten in de reacties. Maar zoals ik net vertelde, vind ik een schooltas, oftewel een boekentas of hoe je het ook wil noemen, vind ik echt het belangrijkste voor als je nieuwe schoolspullen gaat kopen. Dus heb ik dat laatst ook een superleuke schooltas mogen uitzoeken bij Duifwijzer. Daar komen de beelden nu van. En nu dat ik vandaag in Duifwijzer ben, in de winkel, dacht ik, nou, misschien is het wel leuk als ik een beetje ga kijken naar welke tassen me allemaal leuk lijken. Ik heb voor school vanaf volgend jaar ook allemaal nieuwe vakken en boeken en zo. Dus dan lijkt een schooltas mij wel handiger als een, zeg maar, als een schoudertas. Dus ik ga gewoon een beetje rondkijken en ik ga jullie een beetje laten zien wat ik leuk vind. En kijk, hier, daar hang ik. En je hebt dus hier ook allemaal schooltassen. Met deze schooltas ben ik op de foto geweest. En met deze ook. Alleen, zeg maar, ik ga natuurlijk naar de tweede. Dus ik vind deze op zich wel leuk. Alleen, van het tweede jaar. Het is wel leuk, maar het gaat niet. Dan heb je hier ook nog allemaal e-specs. Vind ik ook heel leuk. Ze hebben ook allemaal pennenzakken van e-specs. Die zijn echt. Echt leuk, kijk daar staan ik weer. Dan heb je natuurlijk de Fial Raven, Raven. En die zijn echt heel populair. En die vind ik zelf ook heel leuk. Ik vind die blauwe heel leuk. Het roze vind ik heel leuk. Ben ik ook mee op de foto geweest. Hier heb je al de dormitassen. En dat zijn dus ook van alles. Het is een sporttas. Deze tasjes. Deze. Die vind ik echt heel cool. Deze vind ik ook heel gaaf. Met Tommy. Die vind ik ook heel leuk. En deze zijn ook heel leuk. Alleen die zijn wel ietsjes te klein voor een schooltas, zeg maar. Maar die zijn wel heel leuk. En de handtas, de schoudertas zijn ook wel leuk. Alleen het is niet handig voor een schooltas, zeg maar. Maar als jullie benieuwd zijn welke het is geworden, want ik denk wel dat ik er eentje ga kiezen voor Tommy. Als jullie zijn benieuwd zijn welke het zijn geworden, dan moet je zeker mijn volgende Insta-post in de gaten houden en mijn YouTube en al die dingen. Dus. Als jullie benieuwd zijn welke mijn schooltas zit, moeten jullie even blijven kijken. Als eerste heb ik er super leuke ananas oortjes in. Maar persoonlijk vind ik het echt veel leuker om met oortjes te leren of te werken. En deze maken het goed omdat het ananasjes zijn. Dus kijk, als je dat zo, dan heb je een ananas op. Dat is toch leuk? Dat is toch gewoon feest? En dan doe je zo. En dan doe je zo. En dan. Pina, pina colada, oh, 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 lambada, oh, 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 genada, oh, 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 ik wil, jouw pina colada. Dan, maandverband. Dat heb ik ook altijd in mijn voorzakje, maar dat heb ik ook altijd in zo'n tasje. Maar laat ik al zien, want zelf gebruik ik geen maandverband meer, maar... Ik ga nu naar het tweede jaar en ik ken heel veel meisjes die nog nooit zijn ongesteld geworden. En het is niet echt handig dat als je de eerste keer ongesteld wordt, dat je er dan meteen een coupon in duwt. Dus op alle maatschappen blijf voor andere mensen. En als ik geen zin heb om een coupon te doen. Dus handig.
Dan heb ik voor mijn astma een Ventolin Discus mee. Want dat is handig. Kijk, pretty hè? Ja, pretty. Dan heb ik altijd mijn oplader mee. Maar, daar moet ik even wat over vertellen. Ik neem geen powerbank mee naar school, maar dat komt omdat ik bij iedere les, zeg maar in ieder lokaal, hebben wij zeg maar langs de banken, hebben wij van die stekkers. Dus iedereen mag gewoon ook zijn eigen stekker insteken en kan je gewoon je telefoon betalen. Dus ik, bij mij is het eigenlijk niet nodig om een powerbank mee te nemen naar school. Maar voor de mensen die niet echt dat hebben of niet echt leerkrachten hebben die willen dat je je telefoon oplaadt in de les, is het wel handig om een powerbank mee te nemen. Maar ik neem gewoon altijd mijn oplader mee, omdat het bij mij op school wel gewoon mag. Dus dat is heel handig. En dan, laatste twee dingetjes, is handmade gel. Omdat je, als je bij mij op school naar het toilet gaat, heb je niet echt zeep of zo. Wel gewoon water, maar geen zeep. Dus ik vind het altijd chill. En deo, die nu leeg is, maar het gaat voor een deo. Ja, deo bij. Dat moet je sowieso meenemen. Dus dat was het valzakje. Dan heb ik een pennenzak, etui. Waarom vond ik meer? Als ik op hier heb getwijfeld in Eva. Maar ik heb hem gekocht, want ik vond hem heel schattig. En ik denk eerst van, ah nee, ik ben het 20 jaar, kan niet meer. Maar ik had eigenlijk zoiets van, ja, boeien skate. Ik ben niet zo'n fancy 20-jaars die heel cool is en zo. En die gewoon een zwarte pennenzak koopt. Ik ben gewoon Emma. Dus ik heb deze etui gekocht met allemaal leuke hartjes. En dit jaar heb ik me eigenlijk een beetje aan het thema gehouden, want dat ga je dadelijk ook zien. Alles past een beetje bij elkaar, dus een beetje matchy, want dat is ook heel cute. Dus ik heb deze gekocht. En ik ga niet de standaard dingen laten zien zoals een geel driehoek of zo, want dat weet iedereen wel. Ik heb wel pennen gekocht, maar dat weet ook iedereen wel. Maar, kijk, deze heeft zeg maar twee vakken. Dus in dit vak heb ik pennen en geel driehoek en die zo. En zo, en hier heb ik een club er weer in en zo. Als eerste heb ik fineliners van bol.com. Oh. Allemaal hele mooie kleurtjes. Mijn favoriete kleur is fuchsia. Dus als eerste deze. En dan heb ik nog een mooie kleuroploader van. Dus van zelf. Van hetzelfde merk als de fineliner, namelijk Bruinzeel. Van bol.com. Alles heb ik gekregen van Bruinzeel en zo heb ik allemaal gekregen van bol.com. Maar ik ga volgend jaar, of ja dit jaar, ga ik de kunstklasse doen op donderdag. Dus dan is het ook wel heel handig om even van die mooie school, van die mooie tekenpotloden en zo te laten zien. En sowieso ook thuis vind ik het heel fijn om te schetsen en dat soort dingen. Dus dat heb ik. En dan heb ik mijn schetsboek mee. En dat is misschien, klinkt misschien een beetje stom, maar ik vind dat heel handig om mee te nemen naar school. Want ik heb ook PLD en zo, dat is voor persoonlijke leertijd. En dan kan je ook schetsen en dingen doen voor jezelf. En dit is dus ook heel mooi papier. En ik vind het dus ook heel handig voor een kunstklasse en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb altijd mijn schetsboek mee. Dan heb ik dus, en nu ga je echt zien dat alles matchy is, want dat vond ik helemaal schattig, want het is allemaal van dezelfde collectie. Heb ik een agenda gekocht. Tada! want ik krijg op school, eigenlijk schoolagenda's. Alleen eerlijk gezegd, ik vind die echt helemaal niet handig, want die zijn echt zo groot. En in de eerste gebruikte ik ze zeg maar wel, alleen het was gewoon echt niet handig. Veel te groot, allemaal dat soort dingen, dus ik heb gewoon een eigen gekocht, want hier kan ik ook dingetjes voor YouTube inplannen en zo. Ik ben zelf niet heel goed in plannen. Ik kijk gewoon altijd op mijn gisteren, maar ik denk dat dit me gaat helpen. Ik vond deze ook heel schattig en heel handig, omdat hier dus ook van die fotovakken in zitten. Dus je kan er zelf ook foto's in doen, maar ik vind dit plaatje eigenlijk ook wel heel schattig. En deze is gewoon van de HEMA eigen collectie volgens mij. En ik, als je, zeg, je kan deze een beetje vergelijken met alles wat een beetje op Blond Amsterdam lijkt en zo. Maar ik vind deze dus wel heel schattig. Ik zal de binnenkant ook laten zien. Oh, wat ik ook heel handig vond, is dat hij dus niet meteen zo groot was en niet dus ringen. Dus niet dat je echt helemaal moet gaan omflappen en dat soort dingen. Dus dan heb je als eerste gewoon, ja, dan heb je gewoon alle dingetjes. Maar kaartjes wat er tussen zitten, vind ik heel leuk. En hier kan je dit ook met foto's in doen.
of iets leuks op plakken. En hier ook weer. Dus dat vind ik eigenlijk echt super cute. Dus ik ga hem ook customizen naar mezelf. En het is dus van dezelfde collectie. Dus ik vond het wel schattig. En dan heb ik gewoon een standaard notitieschriften. Maar omdat dit dus eigenlijk, ik vind die kartonnen altijd het handigste op te pakken. Omdat deze, dit papier kun je heel makkelijk omslaan. En deze kan je zelf customizen. Want ik heb ook van die stickers gekocht. Ook van die collectie van HEMA. Deze. En dan staat dus ook een bun van die ice time. En dat soort dingen bestaat mee. Kijk, vorig jaar denk ik echt helemaal handletteren en zo. Alleen dat is eigenlijk helemaal niet handig. Want er komt toch wel weer inkt op of dat soort dingen. En net zoals een penzak. Ik vind het altijd wel leuk om een hele mooie, leuke penzak te kopen. Maar eigenlijk is het ook niet nodig. Want er komen toch wel weer plekken op. Maar ik vond die gewoon echt super leuk. En dan kan je het zelf gewoon customizen. En ik doe er gewoon labeltjes op in mijn naam. Maar dat vind ik gewoon handig. En dan heb ik een wiskunde schrift bij. Alleen vorig jaar had ik zeg maar bij wiskunde ook van dat soort dingen. Maar dat is niet handig, want die heb je dus van die ringen. En die kan je toch ook uitscheuren. Dus dat vind ik veel fijner en handiger. En daarvoor ga ik ook gewoon die labels gebruiken. Dus dat is chillen. En dan heb ik nog gewoon een collegeblok. Want ik moet ook vanaf volgend jaar moet ik dingen doen met economie. En daarvoor moet je ook schetsen maken en dat soort dingen. Dus dan vond ik dit wel handig. Maar ik kan daarvoor ook mijn schetsboek gebruiken, maar dat maakt niet uit. En dan, leukste tot laatst bewaard. Oh joh, ik ga eerst nog dit laten zien. Kijk, ik heb dus ook hier zo'n vakje. En ik heb een laptopvak, dus dat vind ik ook heel handig aan deze klas. Want ik ga vanaf volgend jaar ook mijn laptop meenemen naar school. Dat is niet verplicht, maar dat vind ik wel handiger. En dan, watgene waar de meeste brugklassers over in zijn. Ik ook. Dus ik dacht, ik vind het handig om mee te nemen. Als tweede jaar gebruik ik het ook nog gewoon. Alleen, toen ik echt net naar de middelbare school ging, vond ik het een beetje eng om op maandverband of zo mee te nemen. Omdat ik bang was dat als iemand dan een tas opent dat je het zag. Maar no worries, iedere chick heeft erbij. Dus ik heb dit holographic tasje, die is ook van de HEMA. En als eerste heb ik een lensabusive in, omdat ik dus lenzen heb. En die vallen wel eens uit of dat ik heel droog ben, dat ik hele droge ogen heb. Dus dan vind ik het handig en dan heb ik ook gewoon een lenzenpotje bij. Dat is gewoon super chill. Dan heb ik altijd een paracetamol bij, niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Want ik heb zelf nog wel eens een meltdown op school en dan krijg ik gewoon in één keer heel veel hoofdpijn te doen. Dus dat is dat heel handig. Dan tampons, die zijn dus wel voor mezelf. Kijk, vriendinnen kunnen die ook gewoon gebruiken, daar heb ik geen probleem mee. Maar ik vind zelf tampons gewoon handiger. En verfrissingsstukjes, maar dat ga ik niet gebruiken om te verfrissen of zo, maar als ik moet vanuit mijn school moet ik 3 kwartier naar huis fietsen. En als het soms echt keihard regent, heb ik geen zin om te wachten. Maar dan moet je, ik heb altijd make-up naar school, dus dan ga je fietsen en dan wordt het helemaal zwart hier, dus dan haal ik gewoon make-up eraf en dat is handig. Helemaal Gucci. En dan heb ik nog gewoon een paar dingetjes voor de leuk. En nu ga je ook zien dat het allemaal een beetje mixy en matchy is. Kijk. Een agenda, een pennenzak, kaftpapier en rekbare boekenkaften voor elke luie middelbare scholier die geen zin heeft om te kaften. Want deze heb ik 1 alleen maar gekocht omdat ik hem heel schattig vond en heel leuk. Maar ook voor cadeautjes. En misschien ga ik wel een paar boeken mee inpakken. Maar ik vind die rekbare boekenkaften vind ik dus eigenlijk veel handiger. Omdat ik zelf eigenlijk helemaal niet kan kaften. En ik vind deze ook gewoon leuk. Want deze heeft ook zo'n dingetje met een hartje eraan. En ik vind deze ook gewoon schattig. En daarvan heb ik er dus 2. En dan heb ik ook nog gewoon zwarte rekbare boekenkaften gekocht. Want daarmee, waar is het? Waar is het? Daarmee kan je ook gewoon die labels weer gebruiken, want die blijven heel goed zitten op die rekbare boekenkasten. Dus
Dat vind ik gewoon heel handig. En dat is een beetje wat ik allemaal heb gekocht. Vorig jaar had ik echt een berg stapel, maar even voor alle brugklassen die niet meer brugklas gaan, voor alle groep 8 die nu gaan. Alles wat je op het lijstje staat, wat je moet kopen, heb je niet nodig. Want net zoals dat je bijvoorbeeld, er staat echt duidelijk aangegeven dat lijstje van school, HB, voltooid, dat. Gewoon een potlood van de action is helemaal prima, schat. Je hoeft er geen moeite voor te gaan doen. De helft van die dingen die je gaat kopen, ga je waarschijnlijk ook niet gebruiken. En één grote tip. Als je net als mij een beetje zwak bent voor de HEMA en voor de action en voor al die schoolspullen, denk na. Heb ik dit echt nodig? Ja, dit heb ik wel echt nodig, want die moeten pennen in. En dan, heb ik dit echt nodig? Niet per se, maar het ziet er leuk uit en ik kan dingen bewaren. Zo moet je gaan denken, snap je? Dus dat is even een tip van de grote tante Emma. Die nu hele coole tweedejaarsen wordt. Nee, grapje. Maar ik hoop dat jullie deze video wel een beetje leuk vonden. Als jullie natuurlijk ook een superleuke nieuwe tas willen bestellen, dan moeten jullie even kijken in het linkje in de beschrijving. Daar staat de webshop in van Duifhuizen. En dan kan je zelf ook een superleuke schooltas bestellen. Het staat allemaal heel handig aangegeven, dus daar kom je vast wel uit. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als jullie het leuk vonden, doe dan je duimpje omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat het ons even weten in de reacties. Of je al een nieuwe schooltas hebt of nieuwe schoolspullen. En ook dat ik jullie wil volgende week. Doei doei, veel kusjes van Emma. Doei doei.